Economisch bekeken. Hoofdstuk 1 behoeften. Paragraaf 3. Kopen onder invloed. Als je het in je vriendenkring hebt, bijvoorbeeld over scooters, dan heb je het vaak over welke scooter de mooiste is en welke scooter de beste is. Je vrienden beïnvloeden dus welke scooter jij de mooiste en de beste vindt. Gebruik en prijs. Je kijkt natuurlijk ook als je iets koopt waarvoor je het wil gebruiken en wat de prijs is. Stel je wilt een auto kopen en je hebt een gezin. Dan vind je het belangrijk dat er een grote bagageruimte in zit. En vind je het belangrijk dat er een kinderstoeltje in kan, zodat die veilig is voor de kinderen. Het kan echter zijn dat je dit niet nieuw kunt betalen. In dat geval moet je kiezen voor een tweedehands. Ook de leeftijd heeft te maken met wat je wilt. Zo zijn jongeren vaak meer gericht op uitgaan en vinden ze het hebben van een goede, dure mobiele telefoon erg belangrijk. Terwijl ouderen juist dingen als goede gezondheidszorg en thuiszorg veel belangrijker vinden. Ook heb je te maken met technische ontwikkelingen. Een aantal jaren terug kende je de Walkman. Daar stop je je cassettebandjes in, die je zelf opnam en speelde je muziek mee af. Vervolgens kregen we de Discman, daar kon je al cd's in afspelen. Na de Discman kwam de volgende stap, de mp3-speler. Eerst nog met batterij en later met een accu erin, zodat je ook niet steeds batterijen opnieuw hoeft te verwisselen. En wat de toekomst ons gaat brengen, dat weet nog niemand. Veiligheid. Veiligheid is een product dat waar steeds meer vraag naar is gekomen in de moderne tijd. Had je vroeger alleen het spionnetje? Tegenwoordig leggen we thuis hele beveiligingssystemen aan met camera's en schermen. De behoefte naar veiligheidsproducten is dus gegroeid. Het milieu speelt ook een steeds belangrijkere rol. Zo kiezen we steeds vaker voor groene stroom en voor biologische producten, zoals biologisch vlees en biologische groenten. We houden dus bij onze aankopen steeds meer rekening met het milieu.